Kids and family at home. Een kunstenaar in uitdaging. Margriet in een pop-up kaart. Heb je genoeg van de virtuele gesprekken? Verras je omgeving en stuur hen een prachtig geanimeerde kaart, geïnspireerd op de wereld van onze geliefde surrealisten. Kies een kunstwerk van René Magritte op onze website. Wij kozen een werk uit 1948, Scheherazade. Dit schilderij van René Magritte is theatraal opgebouwd. Rode gordijnen aan de achterkant onthullen een blauwe lucht met zwevende wolken. Aan de voorkant worden verschillende objecten op stenen platen tentoongesteld. Je ziet een glas water, een bol of een bel, een wederkerend motief bij deze kunstenaar en een vrouwengezicht. Ze verrast je en daagt je uit. Haar blauwe ogen staren ons aan en haar rode lippen zijn gesloten. Welke geheimen dragen ze met zich mee? Het gezicht is omringd door parels. Is het een lichaam of gewoon ornamenten? Is het een vrouw of een sieraad? Het blijft een mysterie. Rechts duikt er een boslandschap en een middeleeuwse ruïne op, waaruit een zwerm vogels ontsnapt. Geconfronteerd met dit visuele raadsel zoeken we naar de sleutel. Misschien in de titel die de sprookjes van 1001 Nacht oproept. Magritte laat het mysterie zweven. Hij gebruikt onverwachte ontmoetingen tussen alledaagse voorwerpen als een poëtische taal. Neem een blad papier, bij voorkeur een formaat A5, de helft van een A4-blad. En vouw het in twee. Dit wordt je decor, je voor- en achtergrond, de dag- of de nachttegels of een vensterbank. Laat je inspireren, daar gaan we dan. Teken, kleur, knip op een tweede blad motieven, voorwerpen, figuren, voor je decor. Neem je eerste blad. Aan de gevouwen kant maak je evenveel inkepingen als het aantal gekozen motieven. Open je blad en duw je insnedingen naar voren. Plak alles op de strookjes. Schrijf eventueel de titel van het werk waar je je door liet inspireren. Voeg er enkele lieve woorden aan toe voor je familie en vrienden. Vergeet ons niet een foto te sturen van je meesterwerk. Optie 2. Teken je niet graag? No problemo. De surrealisten hielden ook van collages en het uitvinden van hybride wezens zoals het cadavre exquis. Neem enkele tijdschriften. Knip fragmenten van lichamen uit, mensen of anderen, en breng ze samen om er één of meerdere figuren van te maken. Plak alles op een blad en knip je personages uit. Doe hetzelfde als voor optie 1. Neem een nieuw blad papier, bij voorkeur een A5 formaat, de helft van een A4 blad, en vouw het in twee. Aan de vouwkant maak je één of meerdere inkepingen. Evenveel als je aantal figuren. Open je blad en breng je insnijdingen naar voren, langs de binnenkant. Plak je figuren op de strookjes. Voeg er enkele lieve woorden aan toe, voor je familie en vrienden. Vergeet ons niet een foto te sturen van je meesterwerk. Tadaa! Je kaart is klaar. Stuur ze naar het museum met een vriendelijk woord of een gedicht en je mooiste handtekening. Dan sturen wij ze door naar geïsoleerde personen. Ja, poppie.